Dennis, ik dacht eigenlijk dat jij hier als eerste Nederlander over de streep zou komen, maar er zaten er 2, 3, hoeveel zaten er voor je? Weet ik niet, volgens mij ben ik 10e of zo gefinished in totaal en 2e Nederlander nog. Maar ik begon veel te hard. Ik dacht, ah, dat gaat zo makkelijk, ik kan gewoon met die advocaat mee blijven hobbelen. En na 4 kilometer dacht ik, dat is best wel hard. Kijken of ik met iemand anders mee kan. Maar het was eigenlijk al te laat, toen kwam ik 5 kilometer door in 14.05, dus een beetje hard. Maar ja, ik voelde tot op dat moment ja, een beetje wel aankomen. Ik dacht, nou ja, goed, dan maar even rustig doorlopen. Maar toen kreeg ik in één keer een enorme steek hier in mijn bovenste buikspier of zo. En dan, ja, dan kan ik niet eens meer rechtop lopen. Het doet zo pijn dan. Ja, ik heb het gewoon helemaal verkeerd ingedeeld vandaag. Ik had veel rustiger moeten beginnen. En ja, ik denk dat als ik gewoon de eerste 5 kilometer 14.30 had gelopen, dan had ik vandaag gewoon een hele mooie tijd neer kunnen zetten. Maar, ja, want als jij zo hard weggaat, dan denk ik dat je zelf wel het gevoel hebt dat je in goede vorm bent. Anders ga je niet zo ontzettend hard weg. Nee, dat klopt. Ik denk dat ik wel een hele goede vorm heb. Alleen ik heb het gewoon verkloot vandaag. Helemaal verkloot. Hier in Hilversum, het is vrij warm. Was dat niet iets dat je dacht van, nou, ik ga langzamer weg? Of heeft die eerste er niks mee te maken? Nee. 10 kilometer maakt het helemaal geen bal uit. Ik denk, er zijn ook genoeg wedstrijden dat je 5 kilometer in de zomer op de baan loopt met 30 graden. En dat is ook nog goed te doen. Dan kan je je wel op preventief op een scenario voor bedenken, zeg maar. Dat is niet erg. Wanneer kwam die verzuring erin? Ja, ik denk na 5,5 kilometer of zo. Toen was het echt klaar, was het helemaal klaar. En toen kreeg ik zo'n pijn in mijn zij, echt enorme pijn, dat ik echt gewoon, nou, het lukte gewoon niet meer. Ik denk, neem even gas terug, kijk of ik weer verder kan. Nou, dat was echt helemaal, kon niet meer. Kon gewoon helemaal niet meer. Dit is gewoon echt de man met de hamer, heb ik gezien vandaag. Nu heb je vandaag hier in Hilversum gelopen, omdat er de vluchten niet gingen naar Dublin. Denk je dat je daar ook zo ontzettend hard was gestart? Nee, want dat veld was ook minder sterk. Maar ik had verwacht, gezien de resultaten van afgelopen jaren, dat het misschien helemaal niet zo hard zou begonnen worden. En, maar na 3 kilometer zag ik het al een beetje. Ik denk, volgens mij ga ik te hard. En, kijk, Dublin wordt ook altijd gewonnen in zo'n 28 hoog, zeg maar. En dan weet je ook gewoon, omdat het parcours daar zich ook voor leent, wat rustiger wordt gestart. En ik zei ook van tevoren al tegen mijn maatje Rob Deten, met wie ik mee ben gereden hier naartoe. Ik zeg, ga gewoon zonder horloge lopen, gaan rammen. Maar er was iets te veel rammen vandaag. Ik had wat meer moeten behouden, moeten starten. Dus je liep zonder horloge voor het eerst? Ik loop eigenlijk altijd wel zonder horloge. Maar dan met wat meer verstand. Het was meer een beetje een Greg van Hesje, zeg maar. Greg van Hesje, wat flink wat vervallen in de tweede helft opleverde. Krijg je nog in de komende weken nog een kans om het nog een keer over te doen? Of ga je nu naar de baan? Nee, kijk, ik hoe raar het ook klinkt, ik ben eigenlijk best wel tevreden vandaag. En we gaan de volgende week naar Bad Doerheim toe. Dus voor mij geen wedstrijden meer. Maar het is zo dat het trainingseffect is er wel vandaag. Ik bedoel, eigenlijk heb ik gewoon vandaag een hele goede 5 kilometer op de weg gelopen. En ja, als dat maar dan even voor nu even hetgeen is waar ik tevreden mee kan zijn, dan is het goed. Ja, want ik hoorde deze wedstrijd moest iets van een stevige VO2 max prikkel zijn. Is het dat? Ja, zeker weten. Absoluut. Ja, ik ben wel tot het gaatje gegaan. Ik bedoel, ik ben helemaal naar de kloten.